Hallo en ontzettend tof dat jullie kijken naar deze hacking quicktip. Mijn naam is Jarno Baselier en vandaag gaan we een heel snel quicktipje doen met betrekking tot het oproepen van een command prompt, een PowerShell of een andere applicatie door middel van MS Paint. En de enige keer wanneer dat handig is wanneer je op een tuned down PC zit. Op een kiosk PC of een PC welke gewoon helemaal dichtgezet is. Waarbij we dus geen uitvoeren hebben, geen notepad hebben, geen snelkoppeling hebben, maar wel toegang hebben tot MS Paint. Hoe we dat doen, dat ga ik je laten zien in deze quicktip. We gaan creatief zijn, we gaan kleuren en we gaan hacken. Kijk met me mee, dit is Hacking met MS Paint. Wat ik in deze hacking quicktip laat zien is eigenlijk al een relatief oude truc, maar nog steeds relevant wanneer we terechtkomen op een computer welke compleet locked down is. Dus waarbij we geen snelkoppelingen hebben, geen notepad, geen uitvoeren, geen command line interface, geen toegang tot iets om iets te starten, maar we hebben wel toegang tot MS Paint. En dat is waar deze hacking quicktip van pas komt, want we kunnen dan via MS Paint in ieder geval een applicatie starten. En we kunnen zelf kiezen wat voor applicatie, maar in de meeste gevallen zullen we als Red Teamer kiezen voor een command prompt of een PowerShell venster, omdat we via die twee command line interfaces de rest van de computer vrij gemakkelijk kunnen enumereren en besturen. Nou, hoe werkt dit dan? We gaan tekenen in Paint en in Paint heeft elke kleur ook een hexadecimale kleurcode. En die hexadecimale waarde representeert de doelapplicatie welke we gaan starten. Dus we gaan zo meteen in hexadecimale waarde de applicatie beschrijven die we willen starten. En hoe dat eruit ziet, dat laat ik je natuurlijk zien. En vervolgens slaan we dus onze tekening op als een BMP bestand. En op het moment dat we dat doen, worden alle red, green en blue RGB color codes omgezet naar ASCII data. Nou, daarna veranderen we een .bmp extensie naar .bat en het batbestand voert al die ASCII data uit. Dus laten we MS Paint eens starten. En wat we nodig hebben is een relatief klein format. We hebben een canvas nodig wat groot genoeg is om onze applicatie te kunnen beschrijven. Voor cmd.exe zou dat 5 pixels groot kunnen zijn. Voor powershell.exe hoort het 6 pixels groot te zijn. Laten we gewoon even 6 pixels hanteren. En dat is heel erg klein, dus laten we een klein beetje in gaan zoomen. En groter dan dit gaat die niet worden. Oké, wat we gaan doen is vervolgens alle 6 pixels inkleuren met een bepaalde kleur. En ik laat eerst zien welke kleuren dat zijn en waarom dat het werkt zoals het werkt. En dan laat ik je ook zien waarom dat het werkt. Dus de eerste kleur is in RGB code format 1000. En dan kunnen we de eerste pixel inkleuren. De tweede pixel is 13, 10, 13. De derde luistert op 100, 109 en 99. ...120, 101, 46. 4 0, 0 en 101. En tenslotte voor de laatste, die kunnen we volledig op zwart laten staan, dus 0, 0, 0. En dit alles gaan we opslaan als een 24-bit bitmap en deze noem ik even command. En we hebben hier onze tekening opgeslagen als een bitmap. En als we nu de extensie wijzigen naar bat, dan hebben we een batchfile. En als we dubbelklikken op de batchfile, dan hebben we hier onze command prompt. Ditzelfde kunnen we dus ook doen voor PowerShell. Voor PowerShell blijven de eerste 2 pixels hetzelfde. Dus de eerste is 1000 en de tweede is 13, 10, 13. Voor de derde pixel, die gaan we zetten op 119, 111,
en 112. De vierde. 115, 114 en 101. De vijfde 108, 101 en 104. En tenslotte de laatste 00, 108. En laten we deze dan eens op gaan slaan als een PowerShell. En als we deze omzetten naar een batch file en we dubbelklikken hierop, dan wordt PowerShell gestart. Hoe werkt dit dan precies? Als we kijken naar MS Paint en we doen dat eventjes in Photoshop. En we pakken daar onze laatste, onze PowerShell bitmap bij. Dan zoomen we die een beetje in. En dan zien we heel mooi dat elke kleur, dus hier hebben we de RGB-waarde 10.00, maar elke kleur heeft ook een hexadecimale kleurcode. 0A0000, de tweede kleur, met 13.10.13 als RGB-kleur, heeft 0D0A0D. En zo heeft iedere kleur zijn eigen kleurcode. Nu worden deze hexadecimale codes terug omgezet naar ASCII format. En laten we trouwens even de volgende pixel pakken. 776F70. En we gaan dan naar een converter welke onze hexadecimale waarde terug omzet naar ASCII. Dus eigenlijk precies hetzelfde als wat er gebeurt wanneer we de BAT-pijl opslaan. Dan zien we daar staan POW, ofwel het begin van PowerShell.exe. En hoe ziet er dat dan uit? Als we deze openen, dan zien we hier dus een PowerShell staan. En hier zien we cmd.exe staan. Kortom, de commando's die we beschrijven, die staan hier. En daarvoor staan nog een aantal andere rare karakters. Nou, dat zijn natuurlijk de hexadecimale waardes van de allereerste pixels. Dus van deze twee. Nou, en die twee die hebben we nodig om in ieder geval het batchbestand uitvoerbaar te maken. Zodat Windows ook weet dat het een batchbestand is. Dus deze 0A0000, wat betekent het dan? De 0A is een nieuw lijn of een lijnfeed. En de overige vier nulletjes zijn waarschijnlijk padding. Dus we beginnen met een lijnfeed. Kijkende naar de tweede, dan hebben we 0D0A0D, waarbij 0D een carriage return is, 0A een lijnfeed en 0D0A achter elkaar is een Windows-stijl nieuw lijn. En dan die laatste 0D is natuurlijk weer een carriage return. En hier beginnen we met het schrijven van de applicatie. Dus in dit geval PowerShell, waarbij we van achter naar voor lezen. Dus POW ERS hier HEL. En dan hier de laatste L met verder alleen maar padding characters. Dus wat kunnen we nog meer gaan tekenen? Laten we eens een batchfile maken middels Paint, welke de register editor oproept, ofwel regedit. En daarom gaan we even terug naar deze machine en dan kiezen we voor ASCII to hex. Regedit, nou dat deden we over 3 en 3 en we schrijven dit van achter naar voor, dus reg wordt ger, EDI wordt IDE en de T die blijft staan. En dan is dit onze output, waarbij de
Carriage Return verwijderd mag worden. En dit zijn dus onze drie kleurcodes om RegEdit te starten. Laten we dat eens gaan doen. Jij mag dicht, jij mag dicht. We gebruiken de command als standaard. En die noemen we nou regedit.pmp. En die openen we vervolgens weer in Paint. We zoomen een beetje in en we maken ons dus niet meer druk over de eerste twee karakters. Die blijven wat ze zijn. En we gaan gelijk onze kleurcodes schrijven. En de eerste RGB-code, dat was... En dat ben ik nu weer kwijt. Dat is niet zo handig. We hebben de hexadecimale waardes wel. We moeten de kleurcodes nog opzoeken. Even terug naar Paint. Dat betekent dat we hier 62 hebben. 56. Nee, dat zit ik fout te kijken. CMYK, dat is niet wat we moeten. We moeten RGB hebben. Dus 103, 101, 114. En van de tweede code is dat 105, 100 en 101. En dan van de laatste code. Nee, zo. 0074. Dat was trouwens dit, 74 zo. Dus de laatste is 116. 00 en 116. Dus voor pixeltje nummer 3 hadden we gevonden 103, 101 en 114. En voor pixel nummer 4, 105, 100 en 101. Pixel nummer 5 werd 00, 116. En dan de allerlaatste pixel was 000. Laten we dit eens opslaan, zo. En uiteraard hernoemen we ook deze weer naar een batchvel. Op deze manier, kijkende naar de content, dan ziet er dat vertrouwd uit. Dubbelklikken, dat lijkt niet te werken. Waarschijnlijk omdat regedit een geregistreerd Windows-commando is. Dus laten we er eens iets anders van maken met een streepje. Het icoontje verandert ook. Dubbelklikken. En daar is onze register-editor. Ofwel, we kunnen met Microsoft Paint allerhande applicaties oproepen door een simpele, slimme tekening te maken. Dankjewel Microsoft voor MS Paint. En jij, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je weer iets geleerd hebt in deze video. Zo ja, geef me dan alsjeblieft een hele dikke like en abonneer jezelf zeker even op mijn kanaal als je dit soort dingen interessant vindt. En natuurlijk vind je dit interessant, want je hebt gekeken tot nu, tot het einde van de video. Dus abonneer jezelf alsjeblieft ook eventjes als je dat nog niet gedaan had. Nogmaals dank voor het kijken. Het gaat je goed. Tot de volgende video en een hele mooie, fijne en gezonde dag gewenst. Doei doei.